Advocaat Erwin Kanhai heeft enige opheldering gebracht in de kwestie, waarbij er door zijn tussenkomst beslag is gelegd op middelen van de staat. Hij verklaarde gisteren tegenover journalisten dat niet hij, maar een cliënt geld moet ontvangen van de overheid. Het gaat volgens de jurist om vorderingen over een periode van een paar jaren vanaf de vorige regeerperiode. De kwestie is vorige week wereldkundig gemaakt na het schandaal met staatsgelden bij de Centrale Bank van Suriname. De staat moest een handeling plegen die ze niet hebben gepleegd. En daarna is er een vonnis gekomen. De staat is veroordeeld om te doen wat zij behoorde te doen. De staat heeft vanaf, het is een vonnis van 2019. En de staat heeft vanaf dat moment niets gedaan. En die dwangsommen zijn blijven oplopen. En de grondslag van deze zaak is een zaak die speelt vanaf de tijd van meneer Gangaram Pandey, die was minister van LPV, meneer Damon. Zat op natuurlijke hulpbronnen en Balisser was bij openbare werken. Vanaf die tijd speelt die zaak. Dit is een zaak die dat als grondslag heeft. Kanhai merkt op dat de zaak, welke nog steeds loopt, niets te maken heeft met de decembermoorden hoofdverdachte Desi Bouterse, die in hoger beroep is gegaan na zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf. De raadsman zegt verder dat mediamensen het vonnis van de rechter moeten lezen en niet mee moeten gaan met wat er wordt gesuggereerd in de wandelgangen. Kanhai benadrukt dat er nooit beslag gelegd kan worden op geld of goederen zonder een uitspraak van de rechter. Het gaat in deze kwestie om meer dan 35 miljoen SAD waarop er beslag is gelegd.